Ik ben eigenlijk nu al wel blij met het geld wat ik heb opgehaald. Maar natuurlijk, ik hoop dat ik zoveel mogelijk kan ophalen. De 10-jarige Jan Theeuwse uit Zeddam is bijna dagelijks bezig met het inzamelen van statiegeld. Het geld dat hij daarmee verdient belandt niet in zijn eigen spaarpot, maar gaat naar de Serious Request actie van 3FM. Zijn actie leverde zelfs al landelijke aandacht op van de radiozender. En dat staat dit jaar in het teken voor de spierziekte ALS. En dat is een ziekte waardoor een van je spieren uitvallen. En ik zamel daar geld in door lege statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen. Het is niet de eerste keer dat Jan zich inzet voor Serious Request. Ik ben eigenlijk sinds de afgelopen 3 jaar doe ik eigenlijk al acties. Zoals de afgelopen 2 jaar heb ik oliebollen gebakken. En dit jaar dacht ik, ik ga ook de statiegeldflessen erbij doen. 2 blikjes weggegooid. De jonge Zeddammer gaat gestructureerd te werk. Hij heeft meerdere manieren bedacht om aan statiegeld te komen. Ik ga langs de buren in de straat. En 2 weken terug heb ik Black Friday gehad. En daarmee ging ik met mijn vrienden door heel Zeddam hier. En daarmee heb ik ook heel veel statiegeld opgehaald. En mijn opa heeft een karbaan, daar krijg ik heel veel statiegeld van. En van Gebra rioolservice krijg ik heel veel statiegeld. En en de buren geven ook heel vaak. De ondernemersgeest van Jan is zelfs opgepikt door 3FM. Hij is langs geweest in de studio en al vaker te horen geweest op de zender. Ik vind dat wel leuk. En zo wordt mijn actie ook wel bekender. Dat is ook wel goed voor mijn actie. Vanaf de weg is goed te zien waar Jan woont. Hij heeft een groot spandoek in de wei gezet waarop de inzameling gepromoot wordt. Op een gegeven moment, die middagshow van 3FM heet Barend en Benner. En toen zei mijn vader, hey, dan moet je eigenlijk een spandoek hebben, want een Barend en Benner. Ja, ik kende iemand hier in het dorp en die wou dat spandoek wel ontwerpen. Dus zo is dat een beetje gegaan. Hoewel het streefbedrag van 1000 euro al bijna bereikt is, denkt Jan nog lang niet aan stoppen. Helpen kan, tot kerstavond, nog op meerdere manieren. Mensen kunnen dat doen door of hun statiegeld zeg maar zelf in te leveren bij de supermarkt. En dan zeg maar het statiegeld dan op mijn actiepagina te doneren. Of mensen kunnen gewoon het statiegeld hier bij mij brengen en dan lever ik het in.